Ik ben hier bij Eneco en de helft lijkt wel alsof alles gewoon elektrisch is. En wat is nou het leuke aan elektrisch hier bij Eneco? Ze hebben daar de Alfa laadpalen. En wat aardig is, als deze laadpaal klaar is, als die niet meer geladen wordt, dan kun je de stekker eruit halen. De stekker is nu, zeg maar, de stekker is nu gesloten. Maar ik heb net gewoon hier, waren er twee auto's. En dat zijn natuurlijk van die 30 kilometer auto's. Die zijn na een uurtje of een uur, twee uur zijn ze opgeladen. En dan kon ik ze gewoon hier uit trekken. En dan heb je dus dat vier auto's, 1, 2, 3, 4 auto's kunnen gewoon rondom twee palen zitten. Dus dat is een hele slimme manier om gewoon het aantal auto's wat kan laden op twee laadpalen te verdubbelen. En dat is echt gewoon een heel slimme manier. Misschien is deze ook klaar. Even kijken. En Eneco houdt ze dus enorm bezig met, kijk, deze twee, uw voertuig wordt geladen en op een gegeven moment zijn ze klaar en dan kun je ze eruit trekken en dan kunnen deze, die kunnen gewoon gaan opladen en die. Dus voor paalklevers is dit een ideale manier en een verdubbeling van het aantal laadpalen. Maar goed, Eneco is überhaupt gewoon bezig met smart laden en... En zeg maar duurzaamheid. Dus dit is weer een goede, slimme manier.